Op 9 maart is er weer een Ladies Night. Femmes brengt wegens omstandigheden. Ze houden een oefenuitvaart. Ooit ben je de ster van je eigen uitvaart. Je wordt op handen gedragen de dag van je leven. Femmes is muziek en humor. Ook echt leuk voor mannen. Vrijdag 9 maart om 8:30. Op 16 maart Brabantse humor in Brabants Plat. De smeuïge verteltrand, de grote grapdichtheid en de prachtige Brabantse taal maken een avondje Brabantse humor tot een waar feest. Vrijdag 16 maart om 8:30. Op zaterdag 17 maart is er voor genodigden een feestavond in Tiliander. Voor de eerste keer wordt op initiatief van Tiliander de Bogaert de eerste cultuurprijs van de gemeente Oosterwijk uitgereikt. Het begint om 8 uur. Zondagmiddag 18 maart is er een concert door het leerlingenorkest van Harmonie Asterius. Als u nieuwsgierig bent naar de vorderingen van deze jonge muzikanten, dan bent u van harte welkom. Zondagmiddag 18 maart om 3 uur. Op 23 maart is er een verrassingsvoorstelling in Tiliander. U gaat een avondje naar het theater, maar u weet niet wie u gaat ontmoeten. Over deze artiesten schreef men: een nationale ster is geboren. Vrijdag 23 maart om 8:30. Mama, een Ladies Night concert door 4 cabaretières. Een programma van de hoogste toppen van euforie naar de diepste dalen van ellende. Van uitgespuugde babyhapjes tot een trots oudergevoel. Een vertaling van Daphne Dekkers over zwanger zijn en moeder worden. Zaterdag 24 maart om 8:30. Vrijdag 30 maart weer in Tiliander, Roewe Verveer, een cabaretier die recent in diverse tv-programma's, waaronder Pauw en Witteman en De Wereld Draait Door, optrad. Zijn vierde voorstelling werd genomineerd door de cabaretprijs Nederlands Hoop. Met In Zeer Goede Staat zal hij weer naar de kritische kant van de maatschappij kijken en daar scherpe, komische conclusies aan verbinden. Vrijdag 30 maart om 8:30. Paniek op het politiebureau, gespeeld door Ernst en Bobby en de rest. Natuurlijk was het weer een spannend en grappige voorstelling en kun je uit volle borst meezingen met de twee grootste kindervrienden van Nederland. Twee voorstellingen, zaterdag 31 maart om 2:30 en 4:15.